Dag jongens en meisjes. Is het bij jullie ook zo lekker weer? Bij de speelgoed meneer is het lekker warm, de zon schijnt. Dus vandaag heb ik extra leuk speelgoed. Kijk maar eens even. Ik heb waterspeelgoed. Ja, we gaan met water spelen. Hoe leuk is dat? En we gaan nog meer dingen doen. Kijk eens even. We gaan samen nog de visjes van Florien eten geven. Ik dacht, dat vinden jullie ook wel leuk. En ik ga nog een beetje knutselen. Want kijk eens op de achtergrond. Daar heb ik een mooie palmboom getekend, ingekleurd en geknipt. Dat gaan we samen doen. En ik ga het water lekker rond laten draaien. Dat het speelgoed rondjes kan varen. Hoe leuk is dat? Hebben jullie er zin in? Nou kom, dan gaan we snel beginnen. Hey, dag jongens en meisjes. Super leuk dat jullie weer kijken. Moeten jullie eens even kijken hoe gaaf dit is. Hier kunnen we straks aan gaan draaien. Dan gooi ik er water in. Dan gaat het hier lekker draaien. Dan kunnen de poppetjes lekker zwemmen. En de visjes, kijk eens even, jullie zien de pijltjes al staan. De visjes gaan hier onderdoor zwemmen als het goed is. Oh, ik ben heel benieuwd. Zullen we snel gaan kijken hoe het werkt? Kom, gaan we de doos openmaken. Oh, kijk eens even jongens en meisjes. Oh, ik zie de visjes al. Een krokodillenboot. Kijk eens even, oh wat leuk. Hier het draaiwiel, daar gaan we straks aan draaien. Een soort van glijbaan is dat denk ik, of een bruggetje. Oké, ik haal het even allemaal uit de doos. Kijk, ik heb hier twee dekseltjes, die gaan we hier zo opklikken. Nou, het allerleukste is natuurlijk als ik hier straks water in ga doen, jongens en meisjes. En dan gaan we eraan draaien en dan zie je straks dat het water hier zo langs loopt. En als het goed is, gaan de visjes dan hieronder doorzwemmen. Ik ben echt heel benieuwd. Nou, laat ik eerst even deze erop klikken. Even kijken hoor, zo. Die leggen we hierop. Deze leggen we hierop. Oh, dat kan je er gewoon in leggen, zie ik. Dan hebben we hier nog de brug. Oh ja. Die kunnen we hierin klikken, volgens mij. Ja. En dan hier het wiel. Hier zijn jullie ook heel benieuwd naar. Kijk, eens even kijken. Als het goed is, kan ik die zo hierin leggen. Ga eens even kijken. Of we... Ja, zo kunnen we draaien. Laten we eens even kijken wat hier in dit zakje zit. Ha. Kijk eens even, een eendje waar ze in kunnen zitten. Een rubberbootje. De krokodil. Krokodillenboot. Het is niet een echte krokodil natuurlijk. Hé, hey, wat ziet die er leuk uit. Hier hebben we een leuk kindje. Nog een kindje met een watermeloen t-shirt. Oh, zijn jullie ook zo dol op watermeloen? Watermeloen is super lekker en gezond. Florien, Roos en ik zijn er gek op. Kijk eens even. Een mooie vis. En nog een vis. Oh, en kijk eens even. Wat is dit nou? Een octopusje. Oh, ik ben benieuwd of die octopus ook blijft drijven en zo gaat zwemmen. En nog een mama. Hé, hey, wat leuk zeg. Ik neem jullie even mee om water te halen. En dan gaan we samen het water hierin doen, oké? Zo gaan we deze kan even vullen. Ik denk dat die wel groot genoeg is voor die bak. Zo. Oké. Even vullen. Naar de studio. Oké, komt die jongens en meisjes. We gaan het water erin gooien. Zo, en de laatste kan. Nou, daar gaat een hoop water in, jongens en meisjes. Moet jullie kijken, hé. Oké, maar we zijn er klaar voor. En voordat ik zo ga beginnen, jongens en meisjes, weet je wat ik nog mis op de achtergrond? Ik wil daar nog een leuk wolkje, een zonnetje en een palmboom maken. Want dat hoort natuurlijk ook bij de zomer. Ik ga even naar Roos haar kamer om dat te tekenen. Kijken jullie mee? Zo, ik heb de wolkjes heb ik al uitgeknipt. Dan pak ik nog even een geel blaadje. En daar maken we natuurlijk de zon van. Let op. Kijk eens even. Hey. En dan de palmboom. Die had ik al even getekend. Dan heb ik hier twee stiften. Bruin voor de stam.
pikje. En dan groen voor de bladeren. Even kijken. Ik ga ze zo nog in kleur hoor. Even de lijntjes mooi overtrekken. Zo, de palmboom, jongens en meisjes. Nou, die knip ik nog even uit. En dan gaan we dat opplakken bij het zwembad. En dan ziet het er nog gezelliger uit. Zo. Oké. Zo, laat ik de zon eens even opplakken. Die plakken we hier. Zo, dat is mooi. Kijk. Dan een wolkje. Ziet er toch gezellig uit. Hier nog een wolkje. En hier een wolkje. En dan de palmboom. Kijk, zo. 1, 2, huppakee. Hé, hoe leuk ziet dat eruit, jongens en meisjes? Zo, ja. Dan gaan we draaien. Kijken of die daar eruit... Ja, kijk eens, daar is die. Oh, hoe cool is dat? Wat gaat die snel? Kijk nou toch. Oh, wat leuk dit. Wow, wat gaat die snel. Komt die? En daar is die weer. Wow. Oh, dit is leuk. Komt die. Gaan we nog een keer. Nog een visje erbij doen. Dit visje. Beetje water erin. Zo. Kijk, dan blijft hij iets beter drijven. Zo. Komt die. 1 visje. 2 visjes. Daar zijn ze. Oh, wat leuk dit. Zo. Huppakee. Dan wil ik ook nog even de octopus proberen. Zo. Ja, oh, die drijft ook leuk. Kijk nou toch. Octopusje er doorheen. Oh, wat leuk. Oh, dit is mooi. Nou, nu is het tijd voor de poppetjes natuurlijk. Laten we dit jongetje... eens even in de krokodillenboot doen. Hoe leuk is dat? Wauw, wat cool zeg. Kijk nou toch. Ga jij hier maar even in zitten. Wow, kijk hem even gaan. Wow. Oh, dit is leuk. Nou, dan kunnen we ook wel het meisje hier doen. In het eentje. Kijk eens even. Blijft ze zo drijven? Ja. Komt-ie. Kijk nou toch. Oh, dit is leuk. Wow, kijk eens even snel gaan zeg. Hé, zo, dan gaan we mama er nog even in doen. Zo, daar komt-ie. Oh, mama kan niet helemaal onder de brug. Dan doen we de brug even open, mama. Tuurlijk. Wow, dit gaat hard, hè, jongens en meisjes. Oh, visje. Ja. Hey. Wat leuk, hè. En daarachter komt het octopusje er alweer uit. Kom maar. Ja, heel goed. Daar is hij. Oh, wat leuk dit. Heel leuk. Erop gaat het octopusje weer erin. Komt-ie. En dan komt hij er daar weer uit. Hey, hoe cool is dat? Kijk of je het goed zag. Het visje komt er nu uit. Kijk, daar is het visje. Octopusje. En daar is het octopusje. En het visje. Hey, wat leuk, hè? Hé, hey, kijk eens even. En de poort ging open. Zagen jullie dat? Had ik niet eens door. En dan kunnen ze zo weer... Ah, kijk eens even. Dan kunnen ze zo verzamelen. Kom maar naar binnen. Deze even dicht houden. Kijk, dan kunnen de kindjes er weer uit. Zo, kom jij er maar eens even uit. Mama erbij. Kom maar eruit. Kom maar eruit. En dan nog het andere kindje. Kijk eens even. Daar zijn ze.
En de visjes en de octopus zijn er ook bij. Wat leuk dit. Wauw, nou dit is wel leuk om met dit warme weer te doen. Hoe cool is dat? En jongens en meisjes, zal ik jullie nog even de visjes van Florien laten zien hoe het daarmee gaat? Want Florien heeft natuurlijk ook twee nieuwe guppies. Zullen we die eens even kijken? En aan het einde van deze video ga ik ook nog de groetjes doen, dus blijf kijken. Hé, hey, dag lieve visjes, kijk eens even. Ja, de kindjes komen even kijken. Oh, volgens mij hebben ze heel erg zin om te eten, jongens en meisjes. Zien jullie dat? Ze zijn helemaal blij aan het zwemmen. Zal ik ze eens even wat voer geven? Kijk, hier heb ik een beetje eten voor de visjes. Ja, daar komt die, jongens. Goed kijken. Zo. Kijk, ik heb lekker eten voor jullie. Hap, 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 hap. Kijk ze even lekker eten. Wow. Even kijken zo. Ze zijn lekker aan het eten. Het goudvisje en het gele visje. Dat is lekker. Hé, hey, leuk hè? Oké, jongens en meisjes. Zo, jongens en meisjes. En dan is het nu tijd om de groetjes te gaan doen. Daar komt ie. Ik wil graag de groetjes doen aan Emiran van 2 jaar uit Rotterdam, Malik van 5 jaar uit Ippenburg, David van 3 jaar uit Vollenhoven, Jason van 5 jaar uit Wapenveld, Arthur Bonen van 4 jaar uit Hasselt in België en ik zie dat Arthur vandaag naar Weinigem komt om de speelroemeneer te ontmoeten. Hey, superleuk Arthur! Jason van 4 jaar uit Heer Hugo Waard, Mariam van 3 jaar uit Amsterdam, Boas van 4 jaar en Fenne van bijna 2 jaar uit Terneuzen. En zij zijn nu lekker op vakantie in Valencia in Spanje. Hé, hey, heel veel plezier! Tim van 4 jaar uit Kattendijken. Johan Nap van 5 jaar uit Nieuw-Pekelaar. Ayla van 3 jaar uit Hoogvliet. En ze kijkt samen met haar broertje Oetku van 1 jaar. Hugo van 4 jaar uit San Diego. Hé, hey Hugo, woon jij in San Diego? Wat super gaaf zeg! De speelgoedmeneer heeft ook in Amerika gewoond. Want jongens en meisjes, San Diego ligt aan de westkust van Amerika. Ja, en ik ben daar ook wel eens geweest. Het is superleuk. Ze hebben een mooie dierentuin en een mooi strand. Hé, hey, leuk dat je vanuit Amerika kijkt, Hugo. Julia van 4 jaar uit Den Haag. Milan Bier van 4 jaar uit Capelle aan de IJssel. Flynn van 4 jaar uit Geraadsbergen, België. Tom van 5 jaar uit Zaandijk. Tommy van 5 jaar. En Robin van 2 jaar uit Hoofddorp. Amy van 5 min uit Dordrecht. Danilo Autery van 4 jaar uit Sint Anna Parochie. Lijf Isco van 4 jaar uit Mijnsherenland. Esia van 3 jaar uit Rome. Eli van 5 jaar en Sam van 6 jaar uit Antwerpen in België. Lily van 4 jaar en Owen van 3 jaar uit Oud-Beijerland. Jente Milou van 4 jaar. Minte van 3 jaar uit Schagen. Chris van 4 jaar uit Leek. Lucas en Juliette. Stef van 5 jaar en Jurre van 2 jaar uit Berkel en Schot. Dani van de Bos van 4 jaar uit Kerkdriel. Kiara en Ilja van 5 jaar uit Leinden. Julia van 4 jaar en Jay van 2 jaar uit Velzenbroek. Rijn Kooijman van 4 jaar uit Utrecht. Reza van 4 jaar en Boris van 1 jaar uit Rotterdam Park 16hoven. En jongens en meisjes, Reza zag de speelgoedmeneer laatst fietsen door haar wijk. Want Reza woont vlakbij de speelgoedmeneer, lees ik. Nou, volgende keer mag je gewoon zwaaien, oh Reza. Dan zwaai ik terug. Siska van 4 jaar uit Berkel en Roderijs. Enes Imran van 6 jaar uit Capelle aan de IJssel. Saar en Thijs. En jongens en meisjes, Thijs wordt 20 juni alweer 4 jaar alvast gefeliciteerd. Liam van 4 jaar uit Enschede. En jongens en meisjes, Liam is net op de basisschool begonnen. Hé, hey, supergoed, veel plezier. Suze van 3 jaar uit Barneveld. Vee Hendricks van 5 jaar uit Millingen aan de Rijn. Miles van 3 jaar en Lennon van 1 jaar uit Utrecht. En jongens en meisjes, ik lees dat Miles heel goed de speelgoedmeneer na kan doen. Hé, hey, goed bezig. Sarah van 5 jaar en Demi van 3 jaar uit Gorkum. Max van 3 jaar uit Goor. En jongens en meisjes, Max kijkt iedere dag naar de speelgoedmeneer. En hij vraagt, blijf je wel video's maken, want ik vind het echt superleuk. Uiteraard Max, ik blijf leuke video's maken. Benjamin van 3 jaar uit Badhoevedorp. Sophie van de Sluis van 6 jaar. Dylan van de Sluis van 4 jaar uit Roswinkel.
Zo jongens en meisjes, en heb ik nou niet jouw naam genoemd en wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan papa of mama of ze onderaan deze video via die link het formulier in willen vullen. En dan doe ik in de volgende video de groetjes aan jou. Nou, dankjewel voor het kijken jongens en meisjes. En tot de volgende keer. Doei!